Eerst en vooral welkom op ons evenement. En ook sorry voor het wat later beginnen, maar we kunnen toch beginnen, dat is al heel goed. Ik wil eerst en vooral onze sponsors bedanken en ook Atheneum de Beerders voor de locatie en ook de deelnemers voor allemaal in te schrijven en natuurlijk ook de supporters. Alles is voorzien, nodig drank, nodig eten, dus we kunnen er zeker aan beginnen en veel succes. Opgepast. 3, 2, 1. Dat signaal is weer koken, dan gaan we eens kijken hier. En deze rechts aan de leiding rijdt daar geel. Dat is een Bart. Hè. Bart rijdt aan de leiding. Nog altijd Bart in tweede positie hebben wij groen. Zit er Wim. Wim gaat de tweede plaats en dat gaat niet meer veranderen. De overwinning gaat naar geel. En op geel zit Bart. Overwinning voor hem. Voor zijn ploeg van Turkers. En de supporters die mogen aanmoedigen, hè? Want dat is het toch de bedoeling. Dat er geluid op gaat, want het kan spannend worden. We hebben Pijnender aan de leiding, Groen aan de leiding. En hij kijkt naar de monitor, mond wagenwijd open om lucht te kunnen happen. En hij, vlam, hij pakt de 4 punten op Groen en dan 1. En nu alles geven, hè? De supporters die mogen zich laten horen. En kijk eens welke inspanningen dat die jongens leveren. We hebben Groen aan de leiding en dat is een Jury. Jury die rijdt aan de leiding van 4 Bikes Indoor Cycling. Nog altijd, maar hij wordt nu benaderd door de man naast hem, door Rudy. Maar die gaat daar niet meer over geraken. En zo zien we dat hij wint. En de tweede plaats is dus voor Wit. Rood is derde en geel is vierde. En de tijd van de winnaar is 17 seconden en 78 honderdste. Dat maakt dat Bart nog altijd op 1 staat met 17,9. Opgepast. 3, 2, 1. En we zijn begonnen. En ook de supporters die zijn van post en de fotograaf die staat daar ook klaar, denken wij. En wij zien daar Anton. En wij weten dat dat een krachtpatser is, die Anton. En die heeft hier die leiding genomen met een straatvoorsprong. Gaat hij hier winnen. En die gaat daar een fantastische tijd van maken. En kijk. 3, 2, 1. Gegeven en nu moeten ze zij zelf maar doen. Wie gaat er aan de leiding? Wij zien dat de nummer 13, dat is de Stef. Stef die rijdt hier aan de leiding. Stef van FCH. Nog altijd Stef. Hij kijkt naar zijn eigen voeten, naar zijn pedalen en hij ziet dat het goed is. En hij heeft ook een grote voorsprong en dan gaat hij zo winnen. Alsjeblieft. Stef die haalt het goede reden, zeggen ze dan. De tweede. Opgepast voor de start. 3, 2, 1. Oh, en bekijk het maar. Eens rijdt aan de leiding op die witte fiets. Nog altijd. Ze gaat naar een halve ronde. Als ze goede benen heeft, kan ze misschien stand houden. Nog een halve ronde moet ze rijden. En dan komt ineens de Robbe afgevlogen. De Robbe erover. De Robbe. Nog altijd dat geel zit die. Robbe van Fantasie. Kijk, gaat hij deze race winnen. De tweede plaats die gaat naar Groen. Dat is Niels. En dan als derde hebben we Ilse en vierde op de rug. We gaan starten, opgelet, 3, 2, 1. Er staat gegeven supporters op hun plaats en dan zien we wat dit wordt. Bij onze rode borst, gele aan de leiding aan het rijden. Massings, nog altijd aan de leiding, heeft nog een beetje voorsprong. Voor de tweede plaats, kijk eens aan naar Groen, wat die gaat doen. Dat is een chef en die gaat tweede worden en de derde plaats is dan voor Wit. En de vierde die gaat zo dadelijk ook binnenrijden met zijn nummer 15, Hugo. Opgepast, we gaan starten. 3, 2, 1. En dan gaan we zien, hè. Dus die voorsprong voor Dimi, die heeft hij dus genomen. Nog een halve ronde, maar ze zijn daar. Het mannenvolk is daar en die rijden dan het vrouwenvolk zo voorbij. En dan gaan we eens kijken wie dat er de winnaar gaat worden. Dat is Techniek op geel. Voilà. Tweede plaats is voor Groen, voor Simone. En hier rijdt ze ook binnen. En toch wel fijn dat ze tussen al die heren. De start. 3, 2, 1. En ze zijn vertrokken. En dan zien we dat daar Dietrich alles uit zijn benen aan het halen is. Hij is in tweede positie, want aan de leiding daar bekijk eens naar Luc. Luc, geweldige inspanning geleverd die daar. En hij gaat dan ook winnen. Luc wint voor 4 Bikes Indoor Cycling. En dat is de tijd van. Zijn we klaar? Opgepast. 3, 2, 1.
Hoi, ga eens kijken. Hoe dat is het. Met drie op een lijn, hè? Met drie op een lijn. En dan gaan we stil aan naar boven. Dan moet er een spurt worden. Wie heeft hier de snelste spurt? De snelste spurter zit hier op rood, dat is Chris. Inderdaad, Chris is de snelste spurter en die wint die. Dat is een voorstel voor. Dat is voor Stijn. Stijn van het team Afkola, die legt aan de leiding in de positie geel. En dat zal blijkbaar niet meer veranderen. Wij gaan naar de overwinning voor de Stijn. Ja, geel. Van hier gaan we dan. 3, 2, 1. Aan de nieuwe dame. Misschien hebben we niet over een bit dat winnen. En we zitten met 3 op de lijn. Dit is de laatste sprint die we gaan beleven. Voor onze eerste ronde, 3, 2, 1. Nou, eens kijken, hè, want wij moeten nu niet kijken wie dat er op kop gaat rijden, want het is daar achteraan te doen. Hè. De ploeg die laatst aankomt, die gaat afvallen. Maar wie gaat dat zijn? Dat weten we nog niet. Oeh, dat is dat spannend. Met 3 op een lijn, wie gaat het zijn? We zeggen dan gewoon een stop en geel valt af. Man, was dat niet een spannend geval, hoor. Nieuwe start. 3, 2, 1. En dan zijn we weer weg, nu zoeken we de tweede afvaller. Toen waren ze nog met z'n drieën. Hè. En dat hoort weer van dat. Hè. Kijk eens aan hoe spannend, joh. Ongelooflijk, maar dan zien we toch wel wat. En stop. Wit valt af. 4 punten krijgen we. En dan gaan we naar de start van de finale. 3, 2, 1. Dit is de finale. En wie gaat die 8 punten pakken? Want dat is belangrijk. Het gaat over 8 punten. Dan krijgen we Rota aan de leiding gaat rijden. Dat is de Pasbeer. De Pasbeer die gaan aan de leiding rijden. Ze kijken naar de monitor. Ze zien wel. De buit is binnen. 8 punten komen erbij voor de Pasbeer. En de 6 die zijn voor het team Abcola. Waarvoor? 3, 2, 1. Ja, we gaan van start gaan. 3, 2, 1. Ja, supporters die mogen altijd aanmoedigen, hè. Hij wordt er nog eens afgelost. We kijken naar boven en... Stop. Geel valt af. 4 punten krijgen ze ervoor. En nu de finale. 3, 2, 1. Ja, eens kijken. Die pakte 8 punten. Zij aan zij nog altijd. Nog een halve ronde nu. Nu een halve ronde. En we hebben nu aan de leiding toch wel wellen aan de leiding. Maar dan komt onmiddellijk Keukens van Lommel terug. En die gaan daarover. En die pakken meteen de
8 punten. 2, 1. We zien, ze kijken op de monitor en dan kunnen ze goed zien in welke positie dat ze rijden. En hoe ver ze nog moeten aandringen. We gaan naar het einde van de ronde en stop, 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 geel valt af. Nieuwe start, 3, 2, 1. Start, netjes naast elkaar nog. En dat ploegen die wel een beetje aan elkaar gewaagd zijn, nog een halve ronde. En nu moet er uitgekeken worden, verder redden. Wie gaat het zijn? Wie gaat het zijn? Dat wordt thuis nog heel step. Stop, stop. Wit valt af. Start voor de finale. 3, 2, 1. En nu, wie gaat de 8 punten pakken? Nog altijd zij aan zij natuurlijk. Hè. En wij kijken eruit naar Keukens van Lommel. Keukens van Lommel, waar nu Chris aan het commando is. En Chris die rijdt naar het einde toe. En hij ziet de 8 punten, die komen zo binnen. Van 300 meter. Zijn we klaar? 3, 2, 1. En met 3. En dan zien we dat. Toch gaan wat gebeuren weer. Stop, stop, stop. Geel valt af. En nu de start van de finale. 3, 2, 1. Laatste punten zijn moet ik zeggen. Maar ze nemen daar resolute leiding voor Bax in doorschakeling. En ze hebben vooral de monitor goed in de gaten. En te weten dat ze er zo sterk zijn. En Stijn werkt af. 8 punten erbij. Opgepast. 3, 2, 1. Ja. Nou, even kijken. Nog vrij spannend, hè? Ze zitten met 4 op een lijn, kijk eens, met 4 op een lijn, die zijn in ieder geval. En stop, 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 rood valt af. 3, 2, 1. Nog eens een ronde rijden daar, de Crusaders. Ja, ik kan maar niet alle twee tegelijk, we moeten goed aflossen. En ja, kom maar, ja, vertrek nog eens. Vertrek nog eens, Ben. Ja. Het kalm is overdronken, denk ik. Stop, stop, stop. Geel van. De supporters die mogen aanmoedigen, want dit gaat weer om de 8 punten. Hè. 8 punten. En Groen aan de weg, die hebben ook al 13 punten. Abcola. En ze gaan er hier nog 8 bij doen. Voilà. 8 voor Abcola. En 6. Dus de afspraken zijn gemaakt. Wie dat er begint? Opgepast. 3, 2, 1. Dus denk eraan dat het een tijdrit is. Hoe beter de tijd, hoe meer punten. Tweede ronde. Seconden en 84 honderd. 2, 1. En we zijn weg voor
Die beginnen nu aan de laatste ronde. En dan beginnen de krijgertjes ook aan de laatste ronde. De laatste ronde moeten we nu rijden. En dan krijgen we dan de aankomst van de groen. Dan moeten we dan de tijden van het noteren. Dus blijven doorgaan, want zijn nog echt de tijden gereden. Dan moeten we aan de aankomst krijgen, niks aan de zon. Voilà, ik zou zeggen, geef ze een dadelijk applaus voor de... 3, 2, 1. De eerste ronde. Ja, vergeet niet dat zijn rangschikking zo wat bij elkaar staan, dat die even sterk kunnen zijn. Hè. We beginnen aan de tweede ronde. 18 punten voor de Vetkiekers en 17 voor FC Vaders. Die liggen dicht bij elkaar. Hè. Is binnen en de tijd van de winnaar. Op kapas. 3, 2, 1. En gestapt. De laatste ronde en de pasbeer hier rijden dus al een geruime tijd.
tijd aan de leiding. Eerst eens uitkijken of het team van Kolen er nog iets voor in huis heeft. Ze moeten zich dan wel haasten natuurlijk, want wij zijn aan het einde aan het rijden, nog een halve ronde. Goed dat die leiders moeten beginnen, de pet, de fijne machines en de techniek doen. En zij verzagen niet, ze blijven tot op de streep doorgaan. En dat moeten de anderen ook doen, want ze hebben tijd. En die tellen echt, wij hebben een tijd, een super deluxe tijd, want dat is absoluut de top. 1:12:91 voor de padberen. 3, 2, 1. En dan duidelijk is dan. Dat mag wel zeker aangevuld worden. Twee topploegen nu. De tweede ronde. Meteen de laatste ronde beginnen en ze hebben er een goede voorsprong op gevolgd voor Bartje Zoogzakelijk. En dan zien we dat Anton er nog eens alles aan het uithalen is. Ze komen dan weer naar dichter, de jongens van Lommel zijn dichter gekomen. Blijven doorgaan, want het is die tijd die tijd is. De eerste ploeg is binnen, dan komt ook Keukens van Lommel binnen. En de tijd, ja, absoluut een record. Dat is voor de Olympische Spelen. En ze gaan voor ons een sprint over 400 meter rijden. Opgepast. 3, 2, 1. En de fans in de zaal die mogen natuurlijk wel aanmoedigen. En deze vier initiatiefnemers, de organisatoren tegen elkaar. Dat is knap. En dan gaan we stilaan naar boven naar de aankomstlijn toe. Ze zijn nog altijd zij aan zij bezig. Wie gaat er snel spurten? En de snelste spurter zit op wit. Dat is de winnaar daar. Wit. Bravo, bravissimo. Tweede plaats is voor groen, derde voor geel en vierde voor rood. Zo zien we het daar verschijnen op ons 3, 2, 1. Dat is een ronde van 400 meter sprint door de twee tappers. Dan zien we rood aan de leiding rijden, dat is nog niet gedaan, dat moet nog een halve ronde rijden. Ik zou zeggen, een tapper op twee. Ah, die doet dat, hè. Die kwam ernaast, gaat hier nog overgaan, wat een sprint wordt dat. Dat is zeer veel spannend en de overwinning die gaat naar geel. Hij heeft het nog gehaald. Opgepast, 3, 2, 1. Ja, de madame die rijden nu op kop, hè. Allee, blijven doorgaan. Ze krijgen dat voorsprong en daar profiteren ze nog niet van. Dat is wel goed dat. Wij gaan stilaan beginnen naar de tweede ronde. Tweede ronde begint met aan de leiding de Crusaders. En dan zien we het wel gebeuren. De negende plaats die is voor de Crusaders en die drie ploegen die hier voor ons zitten, die krijgen nog een dame. Opgepast. 3, 2, 1. Thank you.
speelde goed uit voor rest. Die hadden nummers 13 en 14. Die hebben een comfortabele voorsprong. En zij gaan de vijfde plaats pakken. Vijfde plaats. De zesde plaats die gaat naar Geel, naar de vetkikkers. En dan komt de rest er ook binnengereden. Nog een extra applaus bij een laatste optreden van gans de zaal hier. Bravo. Tom Bonen pakt nu over. Tom Bonen overval Verde. Tommeke, wat doe je nu? Tom Bonen gaat wereldkampioen worden. Tom Bonen gaat wereldkampioen worden. Tom Bonen op 1. Tom Bonen op 1. Tom Bonen is wereldkampioen. Tommeke, wat doe je nu? Ja, wij zitten hier ook in de superfinale. Daar maken wij ons nu klaar voor. Wie van deze vier teams gaat hier de zaak winnen? Zijn we klaar? Opgelet. 3, 2, 1. Gebracht aan ons evenement, ook al is dit voor de eerste keer dat we dit organiseren. We gaan nu beginnen met de overlopen van de plaatsen. En met op de 11e plaats, maar toch hard gestreden en gefietst voor deze plaats, de Krijgertjes. Een groot applaus voor de... Dan op de 10e plaats de ploeg Bellen. Groot applaus voor deze ploeg. Op de 9e plaats, de Crusaders. Mag ik iedereen bedanken voor de schitterende organisatie. Ik zeg, ik kan met een titel met me niet gepakt. Net ernaast. Ongelooflijk. Natuurlijk, alles van super. Van een paar iconen meegebracht, maar die hebben het niet gemokt. Allee, bedankt, weer avond en tot ziens. Toch wel de fantastische ploeg van de Fantastic Three en de Rossen. Yeah.
Op de zesde plaats, de Vetkiekers. Succes zal hebben als dit jaar. Bedankt allemaal en nog een prettige avond hier verder.